Dat hoor je steeds vaker. Wat dan? CQ. Het gebruik van CQ. Dat zeiden zij nu ook. Ja, ik CQ? Weet niet of dat klopt. Dat zullen we even vragen 23. Aan de meneer Landicus, dokter Kipping. Goedenavond, dokter Kipping. Ja? In steeds meer artikelen, CQ-commentaren lees je dat gebruik van CQ. Klopt dat? Op de manier waarop u het zo even gebruikt, ja? Klopt het niet. Niet? Niet. Aha. CQ is natuurlijk een afkorting uit het Latijn. Natuurlijk. En dat is het gevaar met Latijn. Men gebruikt dat vaak wat dikdoenerig, wat duurdoenerig om een plechtstatige indruk te maken. Zoals Lubbers bijvoorbeeld deze week aan de partijgenoten een brief schreef die hij aanhief met amicie, amicique. He, nog chiquer dan nodig. Hij zet het suffix que erachter. Maar je kunt net zo goed et ertussen zetten. Ja, maar dus kunt u nu amicie, even ter zake CQ to the point komen, dokter Kipping? CQ. Ja, maar nu zegt u het weer verkeerd. Maar u doet dat waarschijnlijk met opzet, neem ik aan. Meneer de Bie deed dat met opzet. Ja. CQ is een afkorting uit Latijn. Betekent casu quo. In welk geval? Ja. In welk geval wat? Nou, in het geval dat. In, kijk, casu is in het geval. Ja. En quo is welk. Dus CQ betekent uitsluitend in welk geval of in het zich voordoende geval. Dat in is. Welk CQ het zich voordoende geval? Dan weet je ja, het. Nee. Ja, nee. Nu gebruikt u het dus verkeerd. Ja. Dat doet bijna iedereen. Nu gebruikt u CQ alsof. Hè? Ja, maar alsof wat dan? Nee, alsof. Alsof nu dan wel. Alsof CQ dan wel betekent in plaats van in welk geval of in het zich voordoende geval. Nu is het duidelijk. Ja, dus dat lees je vaak. Dan schrijft men bijvoorbeeld ergens in een brochure, op 51 of zo. Ja. In bepaalde gevallen wende men zich tot de huisarts, CQ de specialist. Ja. Dat is toch waanzin? Want dan zegt men, dat waanzin, men wendt zich tot de huisarts. In welk geval men zich tot de specialist? Dat kan niet. Maar kunt u een voorbeeld geven van een juist gebruik van CQ? Ja. Ik noem maar iets. Ja. Indien u met de auto komt, CQ een parkeerplaats nodig heeft. Ah ja. In dat geval kom je met de auto. Dus in welk verkeerplaats nodig? Ja. Indien men ernstig ziek is, CQ men het bed moet houden. Niet alsof dus. Juist. Niet meneer Kipping, als wij weer ergens mee zitten, CQ informatie nou, nodig hebben, dan het is komen wij belangrijk, bij juist in deze tijd. Hè? Terug. Ja. Ja. Dank u wel. Ja, juridische.